Aloha, we hebben een nieuwe maan vandaag. Een supernieuwe maan in vissen. Niet voelbaar, ik bedoel niet zichtbaar, maar wel voelbaar. En vandaag is Venus ook naar Ram. Trouwens, we hebben een andere transitie. En daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Maar we gaan beginnen over de nieuwe maan in vissen. Nou jongens, we gaan diep, diep onder water of in de zee. Want ik ging invoelen om dingen op te schrijven en ik voelde veel emotionele pijnen. Dus dieper, dieper in je waters om een frisse start te maken, om dingen op te schrijven. Eigenlijk ga je zo diep, zodat je uiteindelijk of hopelijk ga je echt je dromen achterna. Dat je echt nu kiest van, ik ga mijn dromen waarmaken, ik heb diep gevoeld wat ik hoor te voelen. Ik ga voor de healing, cleansing, rondom de water, in het water. Want we zijn de vissenseizoen ingegaan en we gaan diep voelen. En tuurlijk kunnen we misschien een andere kant op gaan. Hè? En je weet hoe vissen kunnen zijn, ook heel creatief. De meeste schrijvers zijn ook vissen, dat vind ik heel leuk. Dus heel veel van je afschrijvers zou het ook heel goed zijn voor degene die allemaal nieuwe dingen willen gaan doen. Hè? Of een nieuw leven gaan krijgen, van verhuizing tot moederschap of trouwen. Het staat allemaal voor de deur, want de einde van de cyclus is hier. Hè? Zo klik, hoorde je dat, Casita? Het is echt einde van de cyclus, is de laatste teken van de dierenriem. Dus hopelijk tot ongeveer eind, ja, midden, 18 maart, dat we gaan proberen diep te voelen om voor de dromen te gaan. Dus voel. Sommigen hebben gewoon emotionele pijnen. Praat ze erover. Attendeer ze dat we een nieuwe maan hebben in vis. En dan hebben we ook nog die Saturn return. Dus mensen die tussen 30, 27 zitten. Dus die zitten echt heel erg in een verandering. Dus alles is eigenlijk al veranderd. Dus de oude jij is eigenlijk weg, dus dat merk je op deze aankomende maand. Dat misschien dat oude gewoontes en de oude manier van wat jij vroeger deed gaat niet werken. Want de nieuwe jij is eigenlijk al geboren. Dus elke keer wanneer je dat oude patroon oppakt, zou je een emotionele pijn kunnen voelen. Dat zie ik. Want je moet jezelf bevrijden, zie je dat? En die Venus die naar Ram is gegaan, is eigenlijk ook direct leiding geven in je relatie of met mensen. Het is eigenlijk baas boven baas, kun je zeggen. Of twee bazen op één schip. Kun je ook zeggen, dat is meestal twee kapiteins op één schip als je Venus naar Ram gaat. Dus dat kan ook wat pittiger worden in relaties, in vriendschap, in familie. Omdat mensen wat directer iets gaan zeggen. Of laten weten. En je weet hoe een Ram is, is just do it. Die geven het gelijk aan. Ook in de naam van de liefde, hè. Tot aan 16 maart. Dus het kan ook dat er discussies komen. Want dit is een fire teken. Dat mensen gaan discussiëren met elkaar. En wat beter kan. Nou, als we allemaal de goede kant op gaan. Na een discussie is niks aan de hand. Of woordenwisseling. Maar let er wel op dat vanaf vandaag dat kan gebeuren. Omdat Venus die transitie heeft gemaakt naar het teken Ram. Ja? En weet dat alles al is veranderd. Dus ga niet elke keer verbaasd zijn van de daden en de manier hoe mensen nu leven, of waar ze staan en waar ze naartoe gaan. Wees eerder verwonderd. Want alles gaat nu heel snel. En sommige mensen zijn al helemaal klaar ervoor om hoger te gaan vibreren. Dus je komt ook gelijkstemmigen sneller tegen. En oude jij en oude vrienden of het huis of dat oude auto blijft achter. Dat is vooral wat nu aan de hand is. En dat alles ligt nu in de bodem van de zee, zeg ik dan. Het is op. We moeten alles weer naar boven brengen. Nou, zoals je zag in de liefde, dat was nog van verleden week, dat we nog de balans moeten vinden. Want liefde is hier. Maar heel belangrijk is de bevrijding. In deze vissenseizoen kunnen we dit vinden. Want als je hele creatieve ideeën hebt, kan dit de money brengen en de overvloed. Zie je, je wordt overspoeld. Dit golven van rijkdom. Maar voordat het gebeurt, hoor je jezelf te bevrijden van dat ene. Emotionele pijn, ga ik maar zeggen. Ja, duik in de zee. Of ga lekker zwemmen. Of
voetenbad, zeg ik tegen iedereen. Hè? Voetenbadje, zeezout, de een douwen en even een tijdje zitten. En misschien een intentie inzetten. Nou, ik bevrijd mezelf vanaf zelfs de roots. Want vandaag was de dagkaart om te aarden. Omdat deze super nieuwe maan is best pittig. Dat is echt wel voelbaar. Niet te zien, maar we voelen het wel. Bevrijd jezelf. Het is een proces, dat zeg ik. De trein is al vertrokken. Het is de laatste teken van de dierenriem. Dus we zitten op het einde van de cyclus. Probeer, voordat we de ram ingaan, de 21ste vooral. Dan hebben we een nieuwe zonnewende. Dat je al jezelf hebt bevrijd van de pijnen. De emotionele pijnen en vooral van de mensen. Ja? Zodat je onderneming of de nieuwe toekomst met je partner, dat het allemaal leuk is. Maar vergeet de proces niet, de leerproces. Wat heb je geleerd? Wat was de les? Stop hem in je zak, net als de dwaas. Ga op de nulpunt staan, hè? En begin opnieuw. Roep de zeemerminnen op, want die zijn hier. Daarom trek ik ook de zeemerminnenkaart. Kijk, de bescherming. We zijn beschermd. Voel dat je beschermd bent en bevrijd jezelf. En zo niet. Zijn er heel veel mooie rituelen, manier van doen. Je kan het ook altijd herhalen, vooral de aardetekens. Ik ben veilig. En als je goed eet en aard, zou je dat ook voelen. Gaan we voor de kaarten, dan gaan we de zeemerminnen aan ons vertellen. Nou, vandaag de nieuwe maan in Venus naar Ram, met heel veel wind als ik uit het raam kijk. Wat gaan jullie ons vertellen? Vandaag en morgen. Oh, de zielsverwant, ik zei het al. Ik voel het. De gelijkstemmigen. We horen bij elkaar te komen. Ik ben al mijn vrienden Ubuntu aan het sturen. Ik weet niet of jullie Ubuntu kennen. Dat is dan ik ben omdat wij zijn. Dus je zielengroep is nu heel belangrijk. Ik voel het ook. Heel belangrijk. Om ook de juiste beslissingen te nemen. De zielengroep zijn altijd mensen die verbonden zijn met jou vanuit het hart. Kijk eens, de zeemerminnen. En hier is ook wel romans. Maar ik voel ook meer de zielengroep. En kijk eens. Oh, de schildpad is ook hier gelukkig. En de onderste kaart zegt, wees optimistisch. Je dromen worden werkelijkheid. Geef het niet op, juist nu dat de wonder zou geschieden. Met een nieuwe maan. Kijk, Afimeer, ik zei het al. Spreek elke ochtend dat wat je nodig hebt. Ik ben veilig en ik ga mijn dromen waarmaken. Maar eerst ga ik mijn voeten in het water zetten. Emotionele pijnen loslaten en de juiste kant op zwemmen. En ook heel goed om hulp te vragen. Sommige mensen gaan ook de liefde vinden, want we zagen dat net al. Hè? Liefde op het eerste gezicht of het is de tiende gezicht, want je hebt elkaar al gezien en misschien komen we bij elkaar in de vissenperiode, vissenseizoen. Maar het is echt tijd aangebroken dat zielengroepen, mensen die dat kunnen voelen en een hartverbinding hebben, bij elkaar komen. Zoek Ubuntu op, zet een plaatje op je screenshot, dat heb ik ook. Dat is echt een rondje van mensen bij elkaar die één zijn. Net als Sense8, daar geloof ik heel veel in. Of de zeemerminnen die met een groep omgaan. Hè? Zeemerminnen zijn groepsmensen. En aangezien ik hier de zeemerminnen dik heb, gaat het vooral om je zielengroep. Dus dit is het moment om te stijgen naar een hoger niveau. En hier op deze hoge niveau zijn je zielsverwanten om je te helpen de beslissing te nemen. Ben je ten einde raad of besluitloos? Luister naar je intuïtie. En neem een beslissing, zie je dat? Tussen drie. Hoe leuk. En dan, weekend, kun je mogelijkheden onderzoeken door te mediteren. Te onderzoeken, informatie te verzamelen, na te vragen. Want kijk, de verandering is er al. En doe je niet mee, word je daar naartoe gegooid. Ik vind dit echt heel mooi. Die zielsverwanten die je gaan helpen de beslissing te nemen richting je dromen. Heel mooi. En sommigen, ik geloof er ook in, als je elkaar tegenkomt, de man en de vrouw, of de vrouw, vrouw, man, man, die bij elkaar horen te zijn, de ware jij met de ware genen naast je, gaan we de goddelijke mooie dingen doen. Dus sta ook niet verbaasd als je hele mooie dingen nu voor de deur staan, als je met z'n tweetjes
een plan hebt gemaakt om een mooie toekomst te maken hier op aarde. Of de dromen samen te jagen. Kun je ook altijd samen de beslissing nemen. Hè? De yin en de yang energy. Ik vind het heel mooi en die zou je altijd dan helpen je mogelijkheden te zoeken. Want heel vaak denken we klein over onszelf. En als we dan je zielengroep, die zien wie jij bent, die zullen je altijd naar de hogere. Waar jij niet durft van te dromen. Voel aan. De oude moet achterblijven. Die is allemaal in de bodem van de zee. Dat voel ik. Vrienden van vroeger. Of mensen die een nieuwe relatie aan moeten gaan. Het is compleet veranderd. Dat voelde je al. Alleen maar nu gaan we het allemaal zien in een vissenseizoen. Maar neem een beslissing vandaag voor de nieuwe start. Om een beslissing te maken. Roep de juiste mensen die je kan vertrouwen. Want we gaan echt naar een hele hoger niveau. Ik voel het. Mensen die allemaal voor hunzelf hebben gekozen, hoeveel pijn het ook heeft gedaan met familie, vrienden, werk, nieuwe baan, gewoon de risico hebben genomen om opnieuw te beginnen. Zonder, ja, eigenlijk door helemaal naar je hart te luisteren, weet je wel? Want het is altijd een ja of een nee. Degene die de sprong hebben gewaagd, die hebben hele grote kans, zie ik. Die gaan het halen. Dus ben jij degene die kijkt en je denkt, ja man, ik heb het gedaan. Sommigen hebben het echt nog eens met andere mensen besproken. Ik heb een mail gestuurd of ik heb degene gevraagd om mijn creatie te helpen mee op aarde te brengen. Is het een schilderij, een foto, je boek. Dat wat goddelijk is, wat vanuit je hart komt, gaat je lukken, dat wil ik je zeggen. Al komt de ambulance, het gaat je nog lukken. Ja? Want mensen zullen altijd zeggen dat we het niet kunnen, want dat is mijn verhaal. Het is niet dat ik later ben begonnen, of te laat. Maar ik weet wel dat het langer heeft geduurd, omdat als jij niet aan de juiste zielsverwanten vragen stelt, en ze kennen je niet zo goed, dan kunnen ze je tegenhouden. En dan bedoelen ze wel uit liefde, maar dan deden ze bij mij ook van, nou, maar mannen, je kan zo snel stressen, je kan niet loslaten, ken je wel, je bent een maagd. Ik ben 3 keer maagd en een weegschaal, dan raak je uit balans. Terwijl dat allemaal niet zo waar is. Juist die weegschaal in de maagd in mij zou, weet je wel, als je dan voor de healing gaat, dan kon ik het doen. Hè? Mijn praktijkje openen en dit doen of, hè, op YouTube. Dus let op wanneer zielsverwanten vroeger of dat nog voor je doen. Die jou tegenhouden door hun eigen ervaring. En wat vooral belangrijk is, wat ik ook vooral zie nu rond deze tijd, de chosen ones zijn helder voor hele familiesystemen. Je voelt wanneer jij ook de chosen one is. En dat, de chosen one, je voelt het. De mensen die dat allemaal deze week ook hebben gevoeld, die horen op te staan. En zeker, zeker je zielengroep. Bij je zielengroep aan te sluiten of fluit ze. Roep ze op. En meestal zijn het ook mensen die je kent, maar nooit echt misschien hebt meegespeeld. Of iets je kent van het kennen of via vrienden, vriendinnen. Maar die horen bij jou. En het zijn mensen die je niet kan, weet je wel, die eerste klik. Dat je dat voelt in je hart. Nou, zoek elkaar op. Al heb je elkaar nooit eerder gezien. Echt, dat voel ik, is heel belangrijk. Stuur diegene een appje die jij denkt. Ik heb je ooit gezien, we hebben ooit gesproken. Het voelt diep. Laten we er nog een keer over hebben. Want het is tijd om je zielengroep te vinden. En natuurlijk kun je nog steeds met je vrienden omgaan en alles erop en eraan. Maar voor die beslissing van het hart om je dromen waar te maken, heb je die ene van de zielengroep nodig die verbonden is aan jouw hart. Ja. Dat is heel mooi. Ga ervoor. En blijf alsjeblieft positief. Weet je, want vissen noem ik eigenlijk, ik noem ze altijd zalmpjes. Ze hebben een idee, dan gaan ze een kant op. Als je ze een advies geeft, zeggen ze ja, dan doen ze hele andere dingen. Kan dat het bij jou ook nu zo gaat, hè? Dan weet je dat. Maandag, dinsdag, woensdag en weekend. Onderzoek. Vraag om hulp. Heel belangrijk. Dan gaan we voor de liefde. Dan gaan we kijken hoe we dit samen kunnen voegen. De
liefde in balans komen. Vooral met deze nieuwe maan. Aarde, aarde, goed eten. Goed voor jezelf zorgen. Ik heb al gezegd, deze hele maand februari staat in het teken voor mij van zelfliefde. Dus tot eind februari doe ik elke dag iets heel moois voor mezelf. Zelfs zorg of naar de kapper, maakt niet uit, je voeten doen. En allemaal met de intentie en met theetjes elke avond. Zijn jullie er klaar voor? Mensen die in openstaan voor de diepe, ware verbinding. Oeh, absolute liefde. Dat is wat je wilt en dat is misschien wat voor de deur staat. Alleen maar je gaat nu direct leiding geven, hè, met Venus in Ram. Misschien Venus in Vissen, dat is te emotioneel, te gevoelig. Weet je niet zo goed. En nu ga je het zeggen, hè, degene die verbinding wil zoeken. Want ik geloof dat iedereen degene heeft gezien verleden jaar. Daar gaat niemand van me afpakken. En de verliefde mensen, ja, heilige liefde, maar je moet het toch echt onderzoeken in jezelf. En dat heeft te maken met de oprechtheid, de waarheid. Als je absolute liefde hebt gevoeld, kun je niet anders dan in waarheid naar voren komen. Anders verpest je het zelf. Ik blijf het zeggen, je hebt een heel mooi boek dat vrouwen ontmoeten een prins. En omdat we niet geheeld zijn of we hebben die mama-papa-issues, dan kussen we die man, dan wordt hij een kikker. Let op dat je dat niet doet. En andersom, hè? De man kan ook dan de vrouw zoeken en dan wordt ze ook een kikker. Let op. Als je absolute liefde wilt behouden en geven, onderzoek. Wat is jouw liefdestaal? Wat vind je fijn? Ga niet altijd ja zeggen op dat andere, want dat is wat ik voel. Ja. Bang. Nee, heilig is juist nee zeggen. Juist elkaar fluiten. Juist aangeven. Joh, zie je die schelp? Het is heilig. Waarom doen we zo? Voor als je verliefd bent op elkaar. Want dat gaat dus fout, de communicatie, omdat we bang zijn voor afwijzing. En een afwijzing is bescherming nog een keer. De zielsverwant is hier gevallen. Dus je kan jezelf gek krijgen en in rondjes gaan zwemmen. Of voorgaan. Ik heb nog een kaart hier even op. Alle charms zijn aloud. Zie je dat? Je hebt een toverstaaf. Wees charmant en charmant in liefde. Niet oplichterij of zo. Niet zeggen en niet doen. Walk your talk als je iemand leuk vindt. Kijk, harten gaan open. Je hebt het al. Kijk, zie je, het is al van de slot. Maar het heeft geen zin om geheimen te houden. Zie je, dit is wat ik constant zie. Niet vertellen, want, dan iets. En dan sta je daar. En dan wordt het alleen maar gekker. Vooral in de vissenseizoen. Dan word je helemaal psycho's. Want vissen kunnen ook psycho zijn. En trouwens, drink een wijntje, hè, in de vissenseizoen. Zeg ik altijd tegen alle vissen. Drink een wijntje en ga checken. Want bij hun is het andersom. Nuchter vinden ze het niet snel. Hun moeten altijd even iets verdoven en dan weten we het. Dus misschien in het vissenseizoen. Neem een wijntje en denk na. Van wat wil ik nou precies voor die heilige liefde? Wat ontbreekt in mij dat ik het niet kan geven of ontvangen? Want het staat voor de deur. En absolute liefde ook naar jezelf. Zelfliefde. Maar je mag niet iemand anders verleiden, misleiden voor jack shit. En vooral als je het hebt ontdekt dat je verliefd persoon bent. Als jij weet ook wat jouw heilig liefde is, laat je je niet misleiden. Dat voel ik ook. Ik wil liefde. Zoals ik altijd tegen mensen zeg, pas wanneer iemand in het licht staat. Tadaa. Maar met misleiding, verleiding. Terwijl de liefde er is, ja. Op een gegeven moment ga je verliezen en dan gaat een andere door, want de cyclus is aan het sluiten. En geloof me, mensen die dan hun best hebben gedaan en de ander doet dan niet zo hun best, gaan ze verder en dan vinden ze iets hoger. Dus let op, single en verliefde mensen. Geen misleiding. Terwijl heilige liefde en absolute liefde is dat wat je wilt en wat je nodig hebt vooral. Je hebt het gewoon nodig. Dus deze in het negatieve, terwijl de hart, dan ga je weer sluiten, je hoofd. Dus dan ben je dan een hoofdpersoon, dan durf je niet naar je hart te luisteren. Dat is zo zonde.
En dan loop je altijd heilige liefde mis. En dan ben je een misleider. Voor jezelf nog allerergste. Je misleidt niemand, want iedereen is bewust. Dus iedereen ziet van, oh, ze user. Zowel de man of de vrouw. Niks daarmee te maken. Dan gaan we naar de relatie. Hoe zit dat nu? Dromen komen uit. Dromen komen uit. Degene die een relatie hebben, dromen komen uit. Wat? Alles is al veranderd. Kijk, in drie talen. Spanish kun je niet missen. Engels kun je niet missen. En Frans. Kun je niet missen. Dus welke taal je ook spreekt. Men heeft vandaag tegen je gezegd. Alles is al veranderd. Je kan niet teruglopen naar het oude. Want dat gaat je uit balans brengen. Liefde op het eerste gezicht. Waarheid. En ook in relaties. Is dit ook aan de hand. In balans. Weer verliefd op elkaar. Is een cadeautje op ons aan het wachten. 21ste. Moeten we al weten wat we nodig hebben. In liefde. Ga vast vandaag wensen. Het is nieuwe maan. En wat leuk voor de relatie mensen. Dat wensen uitkomen. Het is al gehoord. Dus nu moeten de mensen die een relatie hebben met open armen lopen. En wachten tot het op je valt. Want de verandering is gemaakt. Binnenin je, je bewustzijn, je waters zijn de andere kant op. Of ze zijn stil, of ze zijn aan het golven. Zodat jij gaat je mogelijkheden onderzoeken. Hoe leuk. Kijk, doe ik altijd. Zie je dit? Het is daar. Neem een beslissing. Heilig of niet? Via of nee, hè? Doet hij niet heilig of zij? Volgende. En kijk eens. Wensen komen uit als je precies weet wat je wilt. En vanuit je hart. Is dit niet prachtig? Dat zou ik doen. Heilige liefde. Kijk de hoge priesteres hier. Roep haar op. Maar niet meer misleiden, verleiden. Want op een gegeven moment heb je alleen maar jezelf mee, zie ik hier. Dus, alles is al veranderd. Het enige wat we van je vragen is positief blijven. Al voel je je. Maar dat voel ik. Dat is die nieuwe maan. Om ons daar naartoe te brengen. Onder de water. The way of water. Blijf ik zeggen. Heerlijk. Iedereen moet naar de avatar. Zijn jullie al gaan kijken? Ik kan nog niet hoor. Ik moet ook nog gaan kijken. Gaan. Want het is tijd voor water in de zeemerminnen. In mijn ja. Schelpen. En dan komt de zomer aan. Maar eerst moeten we dit oplossen. De misleiding uit onze hart. Want de verandering is al hier. Kun je niks aan doen? Dat hebben de planeten voor je gedaan. En nu jij, nu wij. Onderzoek je mogelijkheden, maar vraag hulp aan de juiste mensen. Nogmaals. Oké? Happy New Moon in vissen. En verander. Transformeer. Je kan geen kant meer op. Het oude gaat je weer opbreken. Het nieuwe is het beste wat je kan aandoen. Al is het onbekend, hè? Ga voor de onbekende, spring. En dan zou je zien dat dat het mooiste is dat je ooit hebt gedaan. En dan blijf je doen. Het is verslaven, dat doe ik. Doe gewoon mijn ogen dicht en ik spring. En keer op keer is het leuk. Doe met me mee. Yes? Jongens, ik heb nog 2 of 3 zeepjes. Bestel. Wacht even, ik ga het even pakken. Misschien is het wel leuk om even in beeld, in beeld te laten zien. Oh jee, ik heb het even. Ah, geen per ongeluk. Kijk, ik ben weer terug. Ik ga het even pakken. Promo. Healing Fresh. Healing Candy. Ik ben er zo trots op. Voor 2 snoepjes. Ben geïnspireerd. Ze ruiken zo lekker. Zijn jou. €9. Ik heb er nog een paar over. Bestel en was alles van je af. Menasworld.nl. En ook voor de consulta aanvragen. Want het komt een pittige tijd aan. Dat voel ik.
Dus is aan jou om van je af te wassen en gesprekken met mij te voeren. Men is een zielsverwant, hè, van YouTube. Kijk maar. Dikke doei doei.